Nou, voorgaande editie won ik bij de belofte divisie de allereerste Trachytol Trophy. En ja, nu mag ik dan bij de topdivisie meedoen. En ik had hele hoge verwachtingen, maar 2,5 week geleden werd ik positief getest op corona. Dus ja, heel erg ziek geweest en kon ik niet meer trainen. Nou, Ariane, na de wedstrijd staan we weer. Ben je tweede geworden? Ja, echt heel bizar. Het is mijn eerste podium bij de topdivisie. Dus na zo'n wedstrijd ben ik daar heel blij mee, ja. En dan kijken naar de trajectorie. Vooraf zei je, nou, ik verwacht er niet zoveel van. En nu, hoe zijn je plannen? Ja, nu krijg ik toch wel weer een beetje druk, denk ik, van mezelf. Maar ja, gewoon weer lekker rijden. En ja, misschien toch hopen op wat meer dan dat ik van tevoren had gedacht, ja.